Hallo kijkers van Kwartier Granzier, welkom bij deze nieuwe video. Het is weer tijd voor een prankvideo. Je weet, ik houd wel van de gezinsleden een beetje pranken. Het is weer een tijd geleden dat ik Tuur heb geprankt. Ik heb de laatste keer Ties geprankt, daarvoor Afke. Ik wil nu een keer Tuur weer gaan pranken. En ik heb natuurlijk zitten nadenken, hoe kan ik hem het beste pranken? Nou, Tuur zit bijna de hele dag, dat hij niet op school zit en wel wakker is, zit hij op zijn iPadje. Daar doet hij alle games en vooral ook YouTube kijken. De vorige keer heb ik hem een beetje gepest met de wifi te ontregelen en te doen alsof die kapot was. Ik mocht toch gewoon wifi hebben? Ja, maar mag ik vertellen als ik geen wifi heb? Ik ken echt Bino Net. En vandaag ga ik doen alsof de iPad kapot is. En ik ga jullie zo meteen laten zien hoe ik dat ga doen. Maar nu eerst de intro. Gaan we. Ja, je hebt het in diverse video's op ons kanaal vaak kunnen zien. Tuur hangt altijd op zijn iPadje te spelen en te YouTuben. In de raarste houdingen hangt hij op de bank. Ik laat even wat voorbeeldjes voorbij komen. En je hebt het vast wel in eerdere video's gezien op de achtergrond. Dan was hij altijd op zijn iPadje aan het spelen. Tuur in zijn natuurlijke habitat. Tuur zit nooit normaal iPad te kijken. Altijd zo raar. Had je wat? Ja, zo zit Tuur dus inderdaad op de bank in de meest onmogelijke houdingen op zijn iPad. Hij is echt wel een beetje verslaafd aan dat ding, dus daar gaan we hem eens even mooi mee pranken. Herken jij dit ook, dat jij ook zoveel op die iPad zit? Laat het even weten in de reacties. Ik denk namelijk dat er best veel jongere kijkers van deze, van jullie generatie, heel veel YouTube kijken en iPad verslaafd zijn. Vind jij dat ook? Ben jij dat ook? Laat het weten. Wat ga ik doen? Ik heb hier twee iPads. Dit is de iPad van Tuur waar hij altijd op speelt en YouTube kijkt. En ik heb een kapotte iPad. En die ga ik verwisselen in deze hoes die hij normaal altijd gebruikt, waar hij zijn normale iPadje in heeft. Dan gaat hij dadelijk zijn iPadje die hij altijd daarvoor aan de lader heeft hangen, gaat hij pakken. En dan zal hij zien dat zijn iPadje kapot is, wat dus niet werkelijk is. En dan gaan we kijken hoe hij reageert. Nou, ik ga die kapotte iPad in die hoes doen. Nou, spreek voor zich toch? Ja, Tuur zal het verschil echt niet zien tussen die iPadjes. Ik stop deze kapotte dus in de hoes. En dan gaan we dadelijk zien hoe hij reageert. Zo, klepje dicht. En het is net alsof het zijn eigen iPadje is. En die ga ik nu daar aan de lader hangen, waar hij normaal altijd heeft hangen. Ja, deze iPad is dus kapot. Hij doet niks. En ik ga hem nu dus hier even aan de lader hangen voor de vorm. Zodat het voor Tuur lijkt alsof dit zijn iPadje is. Hij heeft hem altijd hier aan de lader hangen. Zo. En dat lijkt op zijn eigen iPadje. En nu wachten tot hij terugkomt. Ik zit toch altijd daar. En dan, oi Luna. En dan zien we wel hoe hij reageert. Ja, en natuurlijk zal ik dat met een candid cameraatje hier, die zal ik hier plaatsen. En gaan we dat natuurlijk opnemen. Hoe hij binnenkomt en hoe hij reageert. Ik denk dat het voor hem wel balen zal zijn. Want ja, wat ik zeg, dat ding is eigenlijk zijn hele vrije tijd is hij daarmee bezig. Dus het zal wel balen zijn voor hem. Dus kijken hoe hij reageert. Ik zet hier mijn cameraatje neer. En dat valt hem toch niet op.
Nou, een leuke kleine tussendoorpreng zou ik zo bijna zeggen. Hè? Dus kijken hoe hij dadelijk daar gaat zitten. Want daar zit hij altijd, daar hangt hij eigenlijk. Op die bank. En dan gaan we kijken hoe die reageert, hè, Luna? Ja. Zo, ik zet de camera hier dus neer. Dat valt hem toch niet op. Daar ligt hij normaal altijd, de camera. Dus hij ziet toch niet of hij loopt of niet loopt. Dus we gaan wachten tot hij komt. En dan ben ik benieuwd. En ik doe dit natuurlijk ook een beetje om hem erop te wijzen dat hij wel erg veel op dat apparaat hangt. Je hebt het vorige keer gezien met die wifi prank. Hij was er redelijk van ondersteboven. Ik denk dat juist die jeugd, ja, jullie ook kijkers, dat jullie zoveel op die apparaatjes hangen. Aan de wifi, YouTube kijkend, spelletjes doen. Dat jullie er zo van afhankelijk zijn geworden. Dus ik wil hem er ook wel een beetje op wijzen. Ja, hoe erg verslaafd dat hij eigenlijk wel is. Ook een beetje een prank met een les. Dus we gaan het zien. Daar komt Tuur aan, dus kijk hoe die reageert. Ik ga hier zitten. Ja. Ah. En wie wordt het? Ja, ik hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Alleen, zeg maar, een wedstrijdpunt. 7 maal zo net. Oké. Okay. De iPad erin. Wat de iPad erin? Die geeft net aan. Heb ze hem geladen? Nee, ja, daar hangt hij aan de laaier. En de laaier zit erin. Duidt er niks? Nee. Je kent hem wel. Ja, maar... Wat kan ik nu doen als het niet uit? Ik kan ik gewoon... Ja, dat zal toch wel... Ja, nee... Ja, normaal kreeg je toch dat appels in een bolletje. Ja, joh. Dat doet niks. Ja, maar wie moet ik nu YouTube gaan kijken? En ik ga je ook spellen gekocht. En die heb ik uitgespeeld binnen allemaal. En ja, die zijn nu allemaal weg. En ik kan dat ook niet zomaar niet doen. Ik heb zo de laatste keer op gedaan. Hoe heb je YouTube gekeken? Hmm. Ja, dat deed niks. Helemaal niks. Nee. Misschien nog eens in de laaier. Ja, dat doet helemaal niks. Normaal moet nooit toch dat Apple logo komen. Ja. Maar, waar je dat ding is gereboot, maar kunnen ze dat reboot maar eenmalig doen? Ja toch? Wie bedoelt ze reboot? Ja, Alka is een reboot bij de iPad gedaan. Alleen ja. Maar dan doe je dat gewoon niks. Wat ik ook doen. Ja, maar jemig. Ik ken toch niet zomaar. Tja, ik weet het niet. Wat is het? Wacht eens even. Mijn iPad? Heb net zo'n ding, zo nu is het er nog niet. Is het niet in de iPad? Wat wil ze zeggen?
Want wij missen deze iPad. Ja, dat weet ik. Dat ken ik. Hoezo niet? Wat? Dat is gewoon niet mijn iPad. Wieso? Ja, gewoon, dat is pas de nu. Ik heb een oudere variant, toen zitten we gewoon te pranken. Echt? Ja. Wat? Heb je gewoon door? Hoe is dit camera? Zo. Zo is het niet? Nee. Nee, toch? Hoe? Ja, door gewoon. Oh, door? Voor de altijdste. Hoi. Was het je bedoeling dat ik je prank door had? Nee, eigenlijk niet, maar kan je het toch wel in het begin even pakken, toch? Ja, maar waar ligt de echte iPad dan? Oh, die heb ik erachter verstopt. Ik ga me houden, jongen. Ik ga me echt halen. Ja, ik heb hem hier gewoon verstopt, hoor. Daar ligt hij. Geen paniek. Ik heb mijn eigen iPad. Kijk dan, dit ding heeft niet zo'n... Oh ja, hij is... Ja! Hij is ietsje anders. Kijk. Het verschil? Nou, in eerste oogopslag zie je niet veel verschil. Maar ja, jij als kenner, je hangt er zoveel op. Ja. Dat ding. Ja, dat klopt wel. Maar waarom gaat deze dan niet aan? Ja, omdat hij kapot is. Nou, dat was toch een half gelukt prank. Ik had je in het begin wel even door, of te pakken, toch? Ja, maar... Op het einde had je me door. Ja, ik dacht, waarom is de ding zo anders? Ja. Ja. Maar ik had je wel heel even... Ja, was je geschrokken, toch? Ja, dat wel. Ja. Dat moet ik je eerlijk nageven. Het was wel een goede prank, maar... Ja. Ik wilde eigenlijk ook een beetje laten voelen van, ja, je zit wel heel veel op dat ding, hè? Ja, dat... Dus je bent er wel een beetje van afhankelijk geworden. Nou... Nee? Nee. Had ik hem anders moeten doen, de prank? Tegenwoordig kan je ook op eBay, zo heet die site, volgens mij kun je een kapotte iPad kopen. Oh ja. Voor letterlijk 2 euro. Oké, okay. Ja. Goed. Ja. Dat had je ook kunnen doen. Ik heb een kapotte iPad. Ja, oké, maar dit... Oh, maar die er nog meer op leken, bedoel je? Ja, dat had gekund. Ja. Ik vond deze er al behoorlijk op lijken. Ja, nu moet ik dat ding weer in het hoesje zien te krijgen. Ja, dat gaat wel lukken. En wacht, hier moet je kijken. Dit zit er gewoon te lang in. En hier zitten gewoon allemaal lijnen nu omheen. Oh, even scherp stellen. Ja, boeien. Boeien niet. Jongens, ik hoop dat jullie deze prankvideo weer leuk vonden. Vond jij het niet leuk? Volgende keer gaan we weer iemand anders pranken, denk ik, in dit gezin. Ja. We zullen zien. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zien we jullie de volgende keer. Ciao. Later.